toen op een gegeven moment merkte ik al dat ik een beetje wazig begon te zien en een beetje vlekken. Ja, toen op een gegeven moment merkte ik dat dat trillen werd veel heftiger. Ik kreeg ontzettende hartkloppingen. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Wat is bij jou wel eens misgegaan, hè, met je medicatiegebruik? Dat klopt. Kun je eens uitleggen wat er gebeurde? Ik was aan het studeren en ik had een deadline waar ik uiteraard veel te laat voor was begonnen. Dus toen had ik ook zoiets van, oké, het is van even de hele dag vrij plannen. Ik moet hem doorhalen, ik moet echt de hele dag door. Ik heb volgens mij toen 1 cracker gegeten en toen dacht ik, oké, dan kan ik nu beginnen. En toen dexamfetamine geslikt en eigenlijk ging dat heel goed en ik was lekker aan het typen. En toen op een gegeven moment dacht ik, oké, maar ik moet echt nog even door. Dus ik neem nog een beetje bij. En toen op een gegeven moment merkte ik al dat ik een beetje wazig begon te zien en een beetje vlekken. Ja, toen op een gegeven moment merkte ik dat trillen werd veel heftiger. Ik kreeg ontzettende hartkloppingen. En toen op een gegeven moment dacht ik, ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik begin ook een beetje in paniek te raken van oké, ik voel mijn hart zo in mijn keel bonzen. Nou ja, toen oude huisgenootje gebeld van joh, volgens mij moet je naar huis komen, want het gaat niet goed met me. En toen was het afwachten en maar koud douchen en wat uitzitten. Doe je op zo'n moment? Ja, het uitzitten. Toen was het op de bank gaan liggen met mijn armen over elkaar en maar wachten. Oh, wat heftig. Ja, maar dat heeft wel zeker 6 uur geduurd. Ook wel heftig dat je zo slecht erop kan gaan. Ja, nou het is eigenlijk, ik ben een recreatieve drugsgebruiker. Het is eigenlijk alsof je een soort MDMA of speed gebruikt. Zo voel ik me dan. Er zijn verschillende websites waar je ook Ritalin kan kopen. Vaak heet het dan 4F Ritalin. En dat is dus eigenlijk niet het geregistreerde geneesmiddel. Maar dat is het middel waarbij de structuurformule net iets is aangepast, waardoor het niet onder de opiumwet valt. Ik heb het bij me. Ik weet niet of je het Ik wil het heel graag zien. Ja, absoluut. Dit zijn die ik online... Oh my god. Maar dit lijkt gewoon... Dit lijkt op een party drug gewoon. Ja, klopt. Ja, het is fel roze natuurlijk. De een is ook groter dan de ander, terwijl ze wel dezelfde hoeveelheid milligram erin hebben zitten. Ja, ik bestelde 2 zakjes, zeg maar, tegelijkertijd. Dus ik was zelf ook al helemaal in de war. Dus ja, dit zijn dan beide pilletjes van 25 milligram. Allebei? Ja, allebei. Wanneer je ADHD-medicatie vanuit een huisarts krijgt, dan komt die medicatie uit een fabriek waar echt hele strenge eisen gelden. Maar die medicatie die via die websites te koop is, bijvoorbeeld dat via Ritalin, die worden niet in zo'n gestandardiseerde fabriek gemaakt. Dus het is maar de vraag van wat er in die tabletten zit. Ik weet dat op het moment dat je een ongeluk veroorzaakt, dat je soms wel eens een drugstest moest doen, hè? Net zoals een blaastest voor alcohol, neemt de politie ook wel eens drugstest af. Maar wat gebeurt er nou als je deze medicijnen slikt? Word je dan ook daadwerkelijk positief getest op zo'n test? Of glip je er een beetje doorheen? En daar ben ik dus benieuwd naar. Ik wil het dus met eigen ogen zien. Dus ik heb hier een drugstest. Het gaat op speeksel. Ben ik heel benieuwd of er ook daadwerkelijk iets uit gaat komen. Oké, let's go. Hey Dolly, kom. Heeft mama drugs op of niet? He? Wat denk jij? Zo. Multidrug rapid test cup oral fluid. Dag liefje. Oké, het moment van de waarheid. En ik ben echt heel benieuwd wat hieronder zit. Oké, ik ga het labeltje eraf halen. Oké. Duidelijk. Oh mijn god. Alles heeft 2 streepjes. Behalve 1. En dat is amfetamine. Hier, de amfetamine. We hebben een hele dikke vette bingo. Dus ik zou keihard door de mand vallen bij de politie, hè? En ik ben benieuwd of die oneigenlijke gebruikers hier zich wel bewust van zijn. Want ik heb nog een recept. Hè, ik kan bewijzen dat ik het gebruik voor iets. Maar ik heb geen diagnose. Zit je nu behoorlijk in de penarie.